Maar we kunnen wel iets constateren. En dat is dus dat we niet die zorgplicht hebben ingevuld. En dat we tekort zijn geschoten daarin. En daarvoor wil ik mij richten tot alle medewerkers en oud-medewerkers en hun nabestaanden. Want daarvoor verdient u excuses. Namens mij, namens Defensie. Het beeld van de livestream schokte een beetje, maar de excuses en erkenning van Defensie waren duidelijk vanochtend. Tevreden is een groot woord. Eigenlijk is het triest om te vernemen dat er heel veel mensen met chroom 6 in aanraking zijn gekomen. Defensie onderkende vandaag dat veel meer medewerkers in aanraking zijn gekomen met de giftige stoffen dan eerder toegegeven. Op zogenoemde pompsites van Defensie, zoals in Brunsum en Eigelshoven, werden vele jaren Amerikaanse legervoertuigen onderhouden met een anti-roestverf met de giftige chroom 6 verbinding. Zeker in de beginjaren zonder voldoende bescherming. En beschermingsmiddelen hadden we helemaal niet. Niks hadden wij. Veel medewerkers ontwikkelden in de decennia daarna van allerlei ziektes. Giel Blom kreeg de schildersziekte OPS. Je spieren gaan niet meer functioneren, je hersenen gaan niet meer functioneren. Het hoort zich stom aan. Het is constant of je het gevoel hebt dat je een beetje high bent. Limburg heeft relatief veel gedupeerden, omdat in het zuiden van de provincie al vroeg werd gewerkt met de betreffende stoffen. Een aantal mensen heeft klachten die niet worden erkend als ziektes veroorzaakt door chroom 6. En daar zit voor veel gedupeerden de pijn. Men zou in onze optiek de regeling moeten uitbreiden met naar de categorie het is waarschijnlijk dat het veroorzaakt is. Maak het generieker, laat het ook voor de ziektebeelden gelden. En ik begrijp heel goed dat geen enkel geldbedrag of geen enkele regeling leed kan wegnemen. Maar het is een erkenning voor het niet nakomen van onze zorgplicht en daarmee het feit dat medewerkers mogelijk ziek kunnen zijn geworden.